Hallo allemaal. Vandaag wil ik het hebben over een brief die is verschenen, een brandbrief. En die gaat over windmolens en zonneparken. Het gaat om natuurorganisaties die dit een heel slecht idee vinden. En voornamelijk is dit gericht op het IJsselmeergebied. Een aantal organisaties die aan deze brief hebben meegewerkt, dat zijn onder andere Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, het Flevolandschap, het Friese Gea en Sportvisserij Nederland. En zij leggen in dit bericht uit waarom zij tegen zijn. En daarom zal ik paar stukjes ervan voorlezen, simpelweg. Omdat daar heel veel nuttige informatie in staat, waar ik zelf weinig aan toe hoef te voegen. Het is ook te vinden op www.vogelbescherming.nl. Dus ik zal ook de link in de omschrijving plaatsen zometeen. Nou, het begint dus als volgt. Natuurorganisaties, geen plaats voor zonnepanelen en meer windmolens in IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied wordt als zoekgebied genoemd voor wind- en zonne-energie in 7 regionale energiestrategieën. Een zeer zorgelijke keuze. Dit stellen natuurorganisaties in een brandbrief aan bestuurlijk platform IJsselmeergebied dat op 18 juni bijeenkomt. Het IJsselmeergebied is een internationaal beschermd natuurgebied met Natura 2000 status en is daarmee absoluut ongeschikt voor grootschalige opwekking van energie. Nou, men is dus groot voorstander van energietransitie enerzijds, maar dit mag niet ten koste gaan van natuurwaarde van het IJsselmeergebied en daar heeft men het ook over een biodiversiteitscrisis. Omdat naast het concept van klimaatcrisis, wat eigenlijk maar de vraag is in hoeverre dat speelt. Het is iets toekomstgericht en we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Maar wat wel heel duidelijk en concreet is, is de biodiversiteitscrisis. En dat je gewoon kan tellen en kan zien hoeveel minder dieren wij hebben en diersoorten wij hebben. En dat is heel erg goed meetbaar. Dus dat is zeker iets wat aanwezig is. De keuze voor energiewinning in natuurgebieden gaat totaal voorbij aan de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. Nou, en dan kijken we even verder wat willen ze dan daar nog plaatsen. Bijvoorbeeld in het Gooimeer en de Gouwzee 47 windturbines en 327 hectare drijvende zonnevelden. Het is een belangrijk natuurgebied. Honderdduizenden vogels, zoals de visdief, zwarte stern en nonnetje, maken gebruik van het open water. Ze broeden, rusten en zoeken naar voedsel. En dan gaat het een stukje verderop, gaat de tekst verder in op windturbines en zonnepanelen. Nou, met de aanleg van windparken in het IJsselmeergebied gaat er belangrijk leefgebied verloren van beschermde en bedreigde vogelsoorten. Ook vleermuizen en vogels zoals de zeearend, die vliegen tegen de windturbines aan, wat ze veelal niet overleven. Onderzoek wijst uit dat windmolens slecht zijn te verenigen met een Natura 2000 status. Vergunning verleend voor 2 nieuwe grote windparken in het IJsselmeergebied. 89 turbines in clusteropstelling. 61 turbines weer elders voor de kust van Flevoland. En dan ook nog drijvende zonnepanelen. Die gaan ook ten koste van het leefgebied van beschermde en bedreigde vogels. Zoals de toppereend. Het water wordt ongeschikt voor foragerende en rustende watervogels. Bovendien nemen de panelen licht weg, wat van invloed is op het onderwaterleven en de voedselvoorziening van allerlei dieren. Nou, als je mijn kanaal een tijdje volgt, dan is er weinig nieuws. Dit is ook wat ik in meerdere video's al heb aangegeven, dat dit een aanslag is op de natuur en de biodiversiteit. En het mooie aan deze brief is dat ze dat nog even goed op een rijtje zetten in meer detail. Ze weten precies om welke diersoorten het gaat, die hierdoor geraakt worden. Dus dat kunnen ze heel goed zo verwoorden. Minder licht betekent minder plankton en waterplanten, dus minder zuurstofproductie in het water. Dit heeft directe gevolgen voor de visstand, waarmee het ook niet goed gaat in het IJsselmeergebied. Nou, dan gaat het ook verder over alternatieven. En daar heeft men het over de zonneladder. En dit gaat weer over waar plaats je zonnepanelen. Daar moet een bepaalde prioriteitsstelling in zijn dat je natuurgebieden echt maar als laatste gebruikt en niet als eerste daarop gaat inzetten. En dit bewijst voor mij maar heel goed weer
hoe weinig deze partijen die hieraan werken, hoe weinig interesse zij hebben in natuur. In onze wereld, onze aarde. Want als het echt zo was dat zij interesse daarin hadden, dan zouden zij niet kiezen om al deze gigantische industriële apparaten te plaatsen in natuurgebieden. Een klein beetje studie en zij weten wat de gevolgen zijn ervan. En ze zullen dat allemaal in kaart hebben gebracht. Ik bedoel, een beetje professionele partij die doet dat gewoon. Nou, wat we dan voorstel, ga op zoek naar locaties zoals daken, gevels, geluidswallen, braakliggende terreinen, stroken langs snelwegen, onverkoopbare bouwgronden en ongebruikte industrieterreinen. Nou, ik zou nog verder willen gaan, bijvoorbeeld ongebruikte industrieterreinen teruggeven aan de natuur. Afbreken, plantbomen, plantstruiken, bossen, etc. Weet je wel, alles wordt wat maar beton wordt, lijkt beton te blijven voor altijd. Zo kunnen we ook niet doorgaan. Maar ik ben het wel mee eens, als je het al nodig vindt om zonnepanelen te plaatsen, waar ja, ik denk toch wel dat heel veel mensen zijn in Nederland die dat ook willen. Maar doe dat dan alsjeblieft op deze plaatsen, op daken, op gevels, langs snelwegen. Maar doe dat niet in natuurgebieden. Geef er geen meren voor op of mooie polders. Het is niet eens nodig. Moet je nagaan. Een beetje creatief denken, een beetje slim zijn. En er zijn genoeg andere plekken om dit te realiseren. Nou, dan wordt er nog uitgelegd. IJsselmeergebied, grootste zoetwatermeer van West-Europa, met een rijk onderwaterleven en een rijke vogelpopulatie. Gelukkig is er steeds meer kritiek op deze heilloze plannen. Op deze plannen van windmolens, zonneparken, om die maar overal neer te plompen, neer te storten. Weet je wel, het is de natuurorganisatie zelf die toch vaak fanatiek bezig zijn met klimaat, die keren zich hier tegen. En ja, die zien ook wel nu aankomen dat als dit zo allemaal doorgaat, dan blijft er echt niks over van biodiversiteit in Nederland. Weet je wel, ja, dan zal je misschien nog wat duiven en wat eenden zien. Maar ja, weet je wel, kijk, alles is een schakel. Als je kijkt naar dieren en diersoorten, is allemaal aan elkaar geschakeld. Insecten, ja, de vogels eten de insecten weer, dus daarmee kunnen zij bestaan. En zo gaat het allemaal door, het is een keten. Dus daarin zijn al die verschillende soorten, hoe klein soms ook, die zijn wel nodig. Al heb je het over plankton en dat soort dingen. Nou, ik ben er blij mee in ieder geval. Ik hoop dat vele partijen zullen volgen en hun geluid zullen laten horen, hun stem zullen laten horen. Deze organisaties die zijn heel duidelijk. Ik hoop ook dat de politiek volgt en dat we een einde kunnen maken aan de waanzin van overal maar deze industriële apparaten te plaatsen. Dat was het voor vandaag. Er komt nog een video over Urgenda, want die keert zich ook tegen biomassa. Daar ga ik het in de volgende video ook nog even over hebben.